Goedemorgen, Vanessa Bontje van Ditjes en Datjes. Goedemorgen. Ja. Morgen. Goedemorgen. Bij mij klinkt er nog wel iets door van de muziek. Ja. Horen jullie dat ook of kan ik gewoon praten? Ik hoor het. Het spookt aan alle kanten bij jou op dit moment. Het is niet onze muziek in ieder geval. Ik weet niet welke andere stations je nog meer bedient. Nou, niks. Volgens mij zijn wij dat hoor. Toevallig omdat het ook Robbie Williams is. Oh, ja. Maar is het doen zo voor jullie of niet? Het is te doen, we verstaan je, maar daar is ook, we zien je ook, maar het is niet de beste kwaliteit. Maar we verstaan je wel. Oké, hartstikke goed. Want wat zeg je? Wat doe je eigenlijk? Ja, jij weet dat. En ik weet wat er aan de hand is. Wacht even. Vanessa, je hebt het geluid van het internet volgens mij ook nog de speler aanstaan, van de site, onder ergens. Ja, en dat heeft ongeveer 1,5 minuut vertraging. Het is niet onze... Oh, is dat het? Wacht even. Dan moet ik mijn lijstje klein maken. Oh ja, hier is hij. Ja, je hebt gelijk. Ja? Stom. Want ik hoor altijd een klein beetje van tevoren wat jullie over jou zeggen. Zijn. Ja. Ja, dan denk ik, moet er wel bedacht op zijn natuurlijk, wat hier allemaal zich afspeelt. Nou, is het goed. Ja, goed. Oké. Daarom hoorde ik over Robbie Williams de vraag, wat doet hij nou eigenlijk? Ik heb begrepen dat hij op tv wil gaan presenteren, maar dat hoorde ik gisteren in een flits voorbij komen. Dus ik ben benieuwd of dat heel concreet is. Oh. Een groot fan van de man. Ja, nou ja, presenteren. Ja, nou ja, waarom ook niet? Nou, ik vind altijd nog zijn concert dat hij daar Swing When You're Winning. Of Sing When You're Winning. Met dat live orkest. Dat was geweldig. Hij gaf, dat was echt fantastisch. Ja. Van het kerstalbum van hem? Niet zo. Nee. Nee, het is. Maar goed, die gouden ouwe van hem. Van echt. De beginperiode vind ik echt heel goed. Zoals het liedje wat jullie net draaiden. Nou ja, goed. Dat is het terzijde. Want ik zag jullie. Weer collega, Diana Woei. En toen moest ik eigenlijk even denken aan Helga van Leur, de RTL nieuwsweerdame, die 3 jaar geleden is gestopt. Ja. Eigenlijk zou ik het liefst wel weer terug willen komen op tv, maar dan met een eigen programma, heb ik begrepen. Dus het zou wel leuk zijn misschien om Helga weer eens te zien. Maar zou wel een milieuprogramma worden? Even weer iets met het weer of zo? Zij is daar heel erg mee bezig met klimaatverandering en allerlei ingrepen die je kunt doen om het milieu te ontlasten. Oh. Dus dat zou ik me ook wel voor kunnen stellen dat dat gaat gebeuren. Helga was natuurlijk toch wel een heel representatief type voor haar vakgebied. Dus het zou leuk zijn. Zou ze samen kunnen doen met Marion de Hond? Die is ook heel erg into natuur en dat soort dingen. En nu bij RTL. Ja, nu bij RTL. Ja, precies. Berg ook, geloof ik. En Gerrit Hiemstra, nou ja, goed, er zijn er wel meer op te noemen, die zich heel erg inzetten om het milieu eigenlijk te sparen. Dus wie weet wat dat mogelijk is. Ja. Nu we het over die weermannen en weervrouwen hebben bij het ontbijtnieuws bij RTL 4, hebben ze er echt volgens mij een heel blik open getrokken. En er is ook vaak zo'n jongen bij, dan denk je van, nou, dat is volgens mij nou niet echt een van de betere. Ja. Wie is het dan? Hij komt zo moeilijk uit zijn woorden. Martijn of zo heet hij? Ja, en in de avond, gisteravond, zag ik ook een blonde dame waarvan ik dacht, hey, die heb ik ook eigenlijk nog helemaal niet zo. Ja, laten we wel wezen. Het is wel een aparte toch tak van sport om het een beetje leuk te maken. Dat is gewoon echt zo. En ik zat me gisteren ook een beetje te verbazen dat ik dacht, nou, volgens mij was het weer niet vaker zo kleurloos, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Ja. Dan mis je toch Jan Pelleboer maar weer, hè? Of Piet? Ja, dat is waar helemaal, hè? Ja, dat is lang geleden. Ja. Nou, knap. Ik wou zeggen, het is toch knap dat je als weerman gewoon onsterfelijk hebt gemaakt. Zo een van de weinigen ook, hè? Denk ik. Fred Emmer dan natuurlijk, maar dat was een nieuwslezer. Ja. Ja, Piet Paulusma is natuurlijk toch ook nog steeds heel erg geliefd. Die is gelukkig weer goed terechtgekomen op tv, maar Dat vind ik zo'n onzintransfer geweest. Ik bedoel, die man die zit 10 minuten voor het NOS-journaal. Dus dan heb je daarna weer het nieuws. Dat vind ik echt zonde van het geld. Mag ik dat even zeggen? Nou, maar zijn dochter komt nu ook steeds vaker. Ja, dit vind je wel leuk, zeg. Dan denk ik van, nou, vind ik op zich wel een verbetering. Ja. Martje, ja, klopt. Ja. Nou goed, dan was er heel mooi nieuws gisteren voor Marga Bult. Die heeft een zorgonderscheiding gekregen, een zorgspeld. Hè, voor die 2 maanden dat ze in Udensduin, dat zorghotel, heeft gewerkt. En toevallig heb ik er vorige week gesproken. Want ik was wel benieuwd van, ja, hoe zie je de toekomst nou voor je? En ze is in gesprek met Udensduin om te kijken of ze daar kan blijven. Ze hoopt zelf dat ze als flexwerker aan de gang kan blijven. Dat ze deels in de zorg kan blijven werken voor Udensduin in dit geval. Mm-hmm. En dat ze dat kan blijven combineren met zingen.
Oh. Leuk ook. We hadden al de zingende vrachtwagenchauffeur, de zingende postbode en we hebben nu dus ook de zingende zuster. Country Wilma. Goed. Zit hij ook in de zorg of heeft hij zorg nodig? Die heeft zorg nodig, denk ik. Ja, ja, ja. Al jaren. Ja. Goed. Ja. Dus, maar goed, kijk, voor mensen zoals Marga, die het kan combineren met iets anders, is het natuurlijk heel mooi. Er is een toekomst weggelegd. Maar ik zie afgelopen dagen, eigenlijk weken al wel, maar de afgelopen dagen zwelt het wat aan. Dat toch echt veel acteurs, actrices gewoon nu zwaar in de problemen komen. En ik zag bijvoorbeeld een Facebook-post van Wieneke Remmers, een musical-actrice, die we kennen uit bijvoorbeeld Rembrandt, Sound of Music. Die zou eigenlijk Titanic gaan doen bij Hans Cornelis en Ruud de Graaf komend seizoen. Dat is allemaal verplaatst naar volgend jaar. Dus die zegt, ja, ik bied me bij deze maar aan voor de tussenliggende periode als spelcoach, regisseur. Noem het op, want ja, je moet toch ergens je geld vandaan gaan halen. Dus dat wordt wel echt nijpend voor een aantal. Ja, ja. En dat kan ook niet zomaar natuurlijk een spelcoach. Dan moet je natuurlijk ook wel rekening houden met allerlei richtlijnen van het RIVM en 1,5 meter afstand en dergelijke. Het is lastig allemaal, hoor. Ja. Ja. Het is niet zomaar wat. Maar goed, misschien moeten ze even kijken dan naar die oranje gek Johan Flemings. Want die heeft nu, zegt hij, de oplossing bedacht voor het hele, voor de hele 1,5 meter economie die er nu aankomt. Hij heeft een soort, en dan moet ik even spieken hoe hij het nou noemt, een coronabumper heeft hij ontworpen. Dat is een soort binnenband van een trekker. Wiel, zeg maar. En die heeft hij dan op een soort loopkarretje gemonteerd. Met plekjes waarop je je glas kwijt kan. En waarop je je eigen drankenvoorraadje mee kan nemen. Dus hij verwacht, hij gaat het morgen officieel presenteren. Hij verwacht dat hij daarmee alle festivals en andere horeca gelegenheden. Dat hij de grote redder is. Ja, het is alleen jammer met Johan Flemings met al zijn ideeën. Het zijn leuke ideeën, maar er komt meestal niets van terecht. Nee. Nee, je bedoelt ook met die sekspop bijvoorbeeld van Patricia Pai, die ooit wilde gaan maken en dat soort dingen. Ja, we hebben natuurlijk alles al voorbij zien komen. Hè. Oranje pruiken, feestneuzen, noem het op. Spookhuis heeft hij nog geprobeerd te openen. Nou ja, het is inderdaad een, hoe zeg je dat, 12 ambachten, 13 ongelukken bij die man. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Maar hij haalt opnieuw weer het nieuws, want hij heeft het net bekendgemaakt. Ja, dat lukt hem altijd wel, zichzelf behoorlijk voor gek zetten. Ja, wellicht dat hij daarom ook steeds de kolommetjes weer... Ja, toch wel weer, ja. Oké. Okay. Heb je nog een leuke uitsmijter voor ons, Vanessa? Nou ja, een leuke uitsmijter. Ik wil het niet helemaal per se leuk noemen, maar Ali B. heeft gemeend gisteravond om Marco Borsato een hart onder de riem te steken. Die blijft natuurlijk maar onder vuur liggen, omdat hij met die buitenechtelijke affaire met Iris Hond, laatst was al Henny Huisman, die zei, ja, maar we weten allemaal dat hij ook Maan heeft gedaan. Zal ik maar zeggen. En, dat schijnt ook waar te zijn. Ja, dat is een heel hardnekkig verhaal, wat er eigenlijk al sinds hij haar coach was de ronde doet. Maar goed, ik ben er niet bij geweest, dus ik vind het wel link. Maar de man zit er gewoon ontzettend zwaar doorheen. Ja. Dat begreep ik laatst ook al van een van die sidekicks van op Veronica bij Wilfred Gené. Ja. Ik dacht dat het Romeiners die zei van ja, weet je, hij zit er echt heel erg zwaar doorheen. Hij zou ontzettend depressief zijn op dit moment. Maar goed, Ali B. heeft hem een hart onder de riem gestoken en eigenlijk laten weten van ja, in goede tijden is iedereen je vriend en in slechte tijden komt het echt aan op die paar die jou echt een warm hart toedragen. In deze tijd leer je wie je vrienden zijn. Yes. Oké. Okay. Wij wensen hem natuurlijk ook het allerbeste. We steken ook een hart onder de riem bij hem. Vanessa, dank je wel. En we spreken jou graag volgende week weer. Ja.